Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Soul Link met Jordi van de Super Guys. In één keer goed! Yeah! Gewoon minder vaak opnemen, dan doe je het meteen goed. Ja, misschien is dat het. Cute, let's go! Dus vandaag is Milo aan de beurt met de cave. Ja, yeah. Nou daar kan ik als goed snel doorheen komen, daar gaan we even vanuit. Ik heb in de tijd zeg maar dat ik bezig was met het trainen van mijn team, heb ik nog twee shinies gevangen. Een shiny Kakuna en een shiny Onix. Dus die kunnen we mooi gaan gebruiken later. In ieder geval de Beedrill zit nu al in mijn team. Want die Kakuna is inmiddels een Beedrill. Want die heb ik namelijk samen met de Krabby van Jordi toegevoegd aan het team. Ja, die oorspronkelijk gekoppeld was aan Nidoran Female. Maar ja, daar zaten we zo van, ja dat kan eigenlijk niet. Want ja. Dan hebben we primary typings die delen. Dus fuck it, joker. Ja. Ja, precies. Dat eigenlijk. Okay. Hier ben ik allemaal geweest, dus daar kan ik voorbij. Aan het einde van deze rit krijg jij en ik beide gewoon 6 shinies of zo. Dat zou wel leuk zijn, maar... Het is wel typisch. Ik 2, toen jij 2. Ja. Nou ja, zometeen ga ik weer grinden. Ik dan weer 2, dan jij weer 2. Nee. En jij in dit tempo, bij gym 7, hebben we misschien allemaal shinies. Dat zou wel vet zijn. Maar ja, of ze allemaal blijven leven... Ja, dat ligt vooral bij mij. Ja, maar nu staat wel, ja. Maar ik heb ze nu even goed getraind, dat ze echt wel tegen een stootje kunnen, zeg maar. Mm. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Ja, ik heb niet zo heel veel nodig om te grinden in de afgelopen periode. Nee, precies. Nee, dat klopt ook. Zo. Ja, als ik dingen blijf missen, dan ga ik even wisselen naar iets anders. Zijn de tags echt? Ik heb het gevoel dat ik... Ja, ik heb één verkeerde Pokémon in mijn team, bedenk ik nu. Milan. Ja, dat is wel dom van mij. Ik heb hem nog niet gebruikt, hoor. Maar mijn Arbok hoort erin te zitten. Ja. Mijn Beedrill hoort erin te zitten. Ja. Yeah. Mijn Persian hoort erin te zitten. Even kijken. Toch? Ja, ik ga het nu even direct even voor je nakijken. Op een moment. Ja. Volgens mij hoort alleen mijn Pidgeotto er niet in te zetten. Dat hoort een Diglett te zijn. Momenteel zou je moeten hebben een Arbok, een de Shiny Beedrill, een Onix. Een Persian zometeen een Diglett die je in kan wisselen voor een Alolan Diglett. Ja, en die mocht ik wel in mijn team doen. Alleen ik denk dat ik de Giotto ook wou trainen. Vandaar dat hij nu in mijn team zit. Maar ik heb hem nog niet gebruikt, dus er is nog niks aan de hand. Nee. En ik had die Diglett al best wel wat getraind. En toen bedacht ik me op een gegeven moment van... ik kan hem allemaal wel gaan trainen. Maar als ik hem straks ruil, dan is hij toch al die levels weer kwijt. Ja, en aan de andere kant... Je kan hem ook houden voor wat het is, alleen dan moet mijn Rhyhorn eruit. Ja, precies, dat gaan we niet doen. Nee, ik wil wel die andere Diglett. Nee, Steel in Kanto is best goed. Ja. Dan heb je tenminste niet zo heel veel devs bij de Psychic zometeen. Nee, precies. Maar ja, de Psychic is pas de 6e gym, hè? Dat moet ik eerst nog halen. Is de Psychic de 6e gym of is de Psychic de 4e gym? De 6e. Of de 4e? Nee, we doen de 6e. Of de 7e. Hij hoort de 6e te zijn in ieder geval. Ik doe hem altijd gewoon op volgorde. Ja, dat blijft voor mij nog steeds het leukste aan deze gym. Als je zou willen, kan je tijdens het search ook gewoon letterlijk als laatste gym doen. Dat is wel raar dat dat kan, zeg maar, vind ik. Ik weet niet, ik vind het op zich wel geinig. Ik vind sowieso dingen uit volgorde kunnen doen, vind ik wel leuk. Nou ja, op zich is het leuk, maar dan vind ik wel dat het gewoon dan met levels moet scalen. Dat als je denkt van, oh ja, de Sabrina is normaal super moeilijk, zeg maar, bijvoorbeeld. Laat ik die, zeg maar, vroeg doen, zodat ze dan nog laag level heeft. Ja, klopt, maar daar moet je rekening mee houden. Dat was van de vroegere games, hè? Ja.
En toen was er nog niet zo heel veel focus erop. Want in Johto is het al helemaal dat je alles kan doen. Daar is het ook meer postgame. Zijn meer in de van de levels ongeveer hetzelfde. Mm-hmm. Maar ik bedoel meer van in Johto kan je vanaf de derde gym ook overal naartoe, zeg maar. Behalve naar de achtste gym. Ja, op zich. Nou, eigenlijk kan ik dat semi, want je hebt surf nodig van gym 4. Ja, dat is waar. Je kan hem nog niet gebruiken dan buiten battle. Ja, dat klopt. Nee, dus je kan wel naar Price. Nee, je kan wel naar Price toe, maar dan moet je via de caves. En op sommige dingen, ik weet niet meer of je string nodig hebt. Dus sowieso surf nodig, dus gym 4 heb je sowieso nodig. Maar ja, gym 7, 5 en 6 kan je allemaal out of order doen. Ja. Ik weet niet, ik vind het op zich wel geinig. Alleen ja, Johto heeft sowieso het probleem met scaling. Yep. Deze trainer is irritant. Het is ook irritant dat ik geen super effective move heb, zeg maar, voor al die rock Pokémons. Join the club. Ik heb wel een Kingler, maar Kingler is fucking traag. Ja, maar heb je in ieder geval een super effective move. Ja. Dan zijn ze gewoon one hit KO als je een beetje hoog level bent, zeg maar. Ja, true. True. Nee, het zou wel mooi zijn als we langzaam zeker een keer games gaan krijgen waar ook daadwerkelijk scaling in zit. Ja. Dat zou ik wel vet vinden. Want de Wild Area blijft een mooi idee, maar je kan zo level 100 worden, terwijl je nog geen flikker hebt uitgevoerd. Ja, precies. Poeperoei, Gym 1 heeft een level 12 mon. Kijk, de XP Candy mag voor mij altijd nog terugkomen. Ja, voor mij ook wel op zich. Daar heb ik ook geen moeite mee. Maar ja, zie ik eerlijk gezegd niet meer gebeuren, omdat, nou ja... Laten we veel eerlijk zijn, de Wild Area was het unieke ding van de Game of Shield zelf. Alles Legend Arceus is natuurlijk ook best wel... Ja, een grote... Legend Arceus wordt een soort van... hoe zeg je dat? Monster Hunter. Dus hoezo leeft hij op 1 AP? Dus vergelijkbaar idee. Bepaalde arena's en dan mag je gaan zoeken. The Raffler is dood. Kost me meer moeite dan gehoopt. Mm-hmm. Nee, ik ben wel geïnteresseerd in Legends. Ik ben wel geïnteresseerd in gewoon de remakes. Wat eigenlijk precies gaan doen. Want ik wil uiteindelijk gewoon Living Dex proberen vol te maken. Oké. Dat is voor mij de belangrijkste reden om nu die games een beetje te halen. En voor de rest maakt me niet zo heel veel uit. Ze moeten gewoon wat meer moeite erin stoppen. Maar ja, de remakes zijn dan zometeen geweest. En dan heb je zometeen 3 jaar gehad voordat de nieuwe gens uitkomen. Dus... Mm-hmm. Voor mij mogen ze nog een jaar nemen. Ik ben wel een beetje... Ik ben wel op zich wel... Ik vind de remakes wel leuk, maar... Ik heb liever gewoon nieuwe areas die je kan exploren, zeg maar. Nee, snap ik. Dus Fire Red and Leaf Green, de Sapphire Islands, vond je wel prima? Ja, maar het voegde niet veel toe, zeg maar. Ook omdat... ik vond de eerste 3 eilanden wel leuk, maar die latere eilanden, dat... Ja, dat stelde niet veel voor, zeg maar. Nee, ik vind het wel gaaf dat Johto Monster in zitten. Ja, oké. Ja. Was je hond dus al bijna uit de cave of nog steeds niet? Bijna, volgens mij is dit de laatste trainer. Nee. En volgens mij one hit KO ik allebei de monsters. Oké, dan haal ik even wat potions en dan begin ik alvast aan de volgende route. Want het is mijn eerste encounter, dus... Oh, ja. Kijken wat eruit kan krijgen. Ik weet dat het veel picks zijn. Als we geluk hebben, misschien een Kadabra. Kadabra. Zou tenminste mooi zijn vanuit per opzicht, maar
We zullen zien. Precies. Goed dat je het zegt, want dan kan ik deze... Dan moet ik heel even Diglett erin doen en deze eruit. Hallo, Jigglypuff. Oh. In Lavender Town kon je Diglett ruilen, toch? Ja. In het Pokémon Center. Dit was nog niet het einde van de cave, kutzooi. Die cave is dan langer dan dat ik dacht. Ja. Nou, doen we deze trainer ook nog wel even, joh. Nidorina. Ze hebben er geen zin in vandaag. De Pokémans. Kom op, nu moet je erin gaan. Welke Pokémon heb je dan? Jigglypuff. Oh. Het is Normal Fairy, dus als, ja. als jij een Vulpix kan fixen, dan hebben we een nieuwe pair. Dan hebben we weer een mooi pairtje, ja. Even kijken. Kijk de andere kant op trainen. Ja. Even kijken, wat is een mooie naam. Nou ja, dat is wel een goede naam. Je noemt hem? Nectarine. Nectarine, oké. Okay. Op het moment heb ik geen Moonstone meer, dus... En zover loop je ook niet achter dat ik even terug naar Mount Moon kan lopen. Nee, precies. Dan kan je beter wachten totdat je Fly hebt en dan naar de Mount Moon gaan. Ja. Miauw. Nou, Nectarine. Voor nu ga jij in de box, want ik weet niet wat jij gaat vangen, Milan. Nee. Here we go. Miauw is dood. Zo. Nog, ik denk de laatste... Hoi, deze mevrouw heeft een Vulpix. Lenen? Ruilen? Ja, lenen, echt, hè? Stelen? Team Rocket Rocket! Ja, Tilke Seeking. Dat is opeens een flinke jump hier. Van opeens van 28 naar 35. Oeps. Wat? Ja. Oef. Ja, een beetje flinke jump dit. Ja. Nee, anders skippen we gewoon een paar trainers, fuck it. Even kijken, ik ben in ieder geval nu de... Wat, hier stond in de normale game geen trainer, wauw. Als je de grot uitkomt, staat er rechts normaal geen trainer, maar nu wel. Oké. Okay. Jij hebt niet meer in de devs op je naam staan, ik heb er nu ook een. Oeh, wie? De Shiny Pichotto. En die was gepaard met? Die, voor mij, Diglett. Ah, nou, oké. Okay. Dat was makkelijk. Wil je weten hoe die dood is gegaan? Ja, zeg maar. Hoorndrill. Nee, dat meen je niet. Dat jij zo'n geluk moet hebben. Of ongeluk bedoel ik dan. Ja, was inderdaad Pichotto. Ja. Wow. Dus, maar hij spamt ook Horndrill, dus ik zou zeggen... skip... dat is die ene trainer, ja. Skip ja. Alle trainers op die route. Yes, the gambler is dat toch? Ja. En daar is de nummer 2 dev. Echt? Ja, als ze Horndrills raken, ik kan er niks tegen doen. Ja. Nee. Wie is er nu dood? Vero, dat is de zoon Arbok. Nee, Arbok! Oké. Zoals toegegeven, als het raakt, dan raakt het. Dat. Ja. En dan kan ik niet zo heel veel tegen doen dan. Nou ja, ik gebruik nu mijn kingen met Dick, dus om een beetje te piepie stallen. Remove a party, oké. Okay. Oh. Send to... Oké, jij hebt geen Horndrills meer over, dus 2 devs. Oké.
Ja. Kijk, nu noemen we, aan de ene kant noemen we dit karma, aan de andere kant is het een beetje indirecte karma, want ik kan er echt niks tegen doen. Nee. Ik denk van oké, prima, ik doe even rustig aan, ik laat jou even naar me toe komen. Game zegt nee, mag niet. Oké. Ja, precies. We moeten eventjes kijken welke... Hoezo staat hier nog een trainer? Oké, daar kan ik voorbij. Moeten we even kijken welke pers die we nog hadden we nog kunnen gebruiken. Ja, zoveel zijn niet meer. Want het mooiste aan die pitchotter was dat het een joker was. Nou ja. Nou ja, je weet het nu. Niet de trainers doen op de route. Gewoon dom doorlopen. Maar jij moet toch eerst de Pokémon Tower in. Ja. Oh, moet je er eerst in? Oké. Okay. Ja. Ik zal eerst heel eventjes mijn Pokémon healen die ik nog heb. Ja. Eens even kijken wat er nog leeft. Ja. Oh, op zich wel geinig. Je had het net over van... Ja, even wachten tot je Fly hebt, dan is het goed. Ja. Nu heb ik geen Flyers meer. Maar Fly wordt toch gewoon aan... Ja, klopt. Klopt, maar het is toevallig. Ja. Voor mijn idee... Kijk, de Diglett mag ik niet meer gebruiken, want de Diglett was ook is vervangen nu door... Ja. De andere beest. Oké, we hadden een flinke wipe, dat weet ik nog wel, dus... Mm-hmm. Zal ik anders zeggen wat ik nog over heb? Ja, sure. Ik heb nog over een Pichotto, ik weet niet met wie die geperkt is. Op welke route was die Pichotto? Helemaal in het begin ergens. Echt een van mijn eerste Pokémon die ik had. Oh, dat is een Raticate. Dat is normal, ik heb al Persian en dat is mijn... Normal, ja. Ja, mijn normal en dat is mijn ace, dus die kan ik ook echt niet verliezen. Nee, klopt. Welke heb je nog meer? Nidorina? Ja, maar het is niet nog een female, hè? En die hebben we vervangen door een shiny... Dus die... Dus dat kan ook niet meer. Nee, dus die moet ik ook gewoon verwijderen, want dan is die ook meteen weg. Mm-hmm. Oké. Okay. Dan heb ik alleen nog maar shiny Onix. Ja, oké. Okay. Dat is een joker en die kan ik alleen gebruiken voor een andere weghaal, zeg maar. Dus dat heeft geen zin. Ik zou zeggen, ik stop even Jigglypuff even in mijn party en jij loopt even links naar de route, naar route 8. Ja, doe ik dat eerst wel even, ja. Dat is wel slim. Dan skip ik hier alle trainers voor de rest. Arbok was wel mijn mogelijkheid voor de gras gym, maar nu zijn al die gras Pokémon's meestal ook allemaal poison, dus... Ja. Die Lass, die moet je wel verslaan, denk ik, hè, die daar staat. Ja, maar die heeft geen Horndrill. Nee. Het zijn er letterlijk maar één of twee die Horndrills hebben, en het zijn net de klooi... Oh, er staan ook zelfs twee Gamblers, ik dacht dat er maar eentje was, oké. Okay. Nee. Dat is een beetje kut nu. Ja. Yep. Daar kan jij ook niks aan doen, ja. Ja, gewoon drill, hè. Voor hetzelfde geld mist het allemaal, dus. Ja. /. Zo, Clefairy is dat. Oké, deze was niet zo moeilijk. Nee. Toch even, nu snap ik ook waarom die trainers level 35 waren, die gamblers. Ja. Ja, ze hebben hoger level zijn. Ja, ze hebben alleen maar Horndrill, dus ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Nu hopen dat ik een Vulpix kan vervangen. Volgens mij is de rest op deze route, behalve Abra, allemaal Duke. Yep. Oei. Oh, dat is een Rattata, die heb ik al een keer gevangen. Staat hier ook een trainer, die moet even gewoon... Opzouten. Nou, kom op met je Vulpix. Raticate. Vulpix. Nee, nou moet je toch Pokémon Tower doen, dus ik denk dat het slimst voor mij is om maar gewoon even onderlevende Tower de trainers te doen, want als ik een Celadon ben, ga ik doorpakken.
Oh, en hier ligt een Firestone. Dat is wel handig voor als ik een Vulpix heb. Jij wilt een Vulpix, toch? Spot een eentje voor mijn voeten. Ah. Maar ja, als we zo meteen... Oh, ja, Vulpix. Ja? Nice. Ah, even kijken, wat kan Jigglypuff eigenlijk leren? Headbutt, Thunderwave, Thunderbolt. What the fuck? Nou, geen idee. Hey, ik heb de Vulpix. Nice. Dus die pair kan eindelijk gebruikt worden. Maar ja, hey, Ferry. Zoveel Ferry's zijn er niet, dus... Nee. Ik ben echt aan het nadenken van, is het slim voor mij om nu een flink stuk terug te lopen? Maar ik heb ook geen walking Pokémon nu. Nee, precies. Als ik een Raidmon had gehad, had ik gezegd, fuck it, dan fix ik dat nog even. Nou, wat vind je van deze set voor een Jigglypuff? Thunderbolt, Brick Break, Body Slam en Psychic. Oh, dat is, klinkt als een best wel. Dat klinkt best wel als een goede. Een goede moveset. Even iets nakijken hoor. Op een Rhyhorn rijden of komt hij op een Rhydom? Rhyhorn ook. Nu heb ik meteen een vraag aan jou. Kan ik meteen eventueel Vulpix laten evalueren? Of is dat in deze game ook nog steeds kut met level-up moves en zo? Ik zal direct even voor je kijken, want het varieert echt per games. Ja. Whatever. Let's go. Move set. 9 Tails. 9 Tails. Dan ben ik bij de movesets en laat het niks in. Ja, het is 3 keer kut. Oké. Goh. Het is gewoon niks. Dus moet ik sowieso niet laten evolueren dan meteen? Of wat is de tactic hiermee? Dat maakt het niet uit. Ik zou zeggen... Psychic heb je sowieso zometeen. Ja, ik zou zeggen van evolve hem gewoon en geef hem wat TM's. Ja. Dan ga ik naar Mount Moon toe, want met de Rhyhorn rijden gaat toch iets sneller dan... Ja, precies. Met een ding. En hey, dan loop jij weer voor. Yay. Toch even, Rhyhorn is geen Arcanine, maar... Dus iets. Nou ja, het verslaat het normaal lopen. Ja, precies. En daarna is jij was als volgende weer aan de beurt voor rechts van Celadon. Oh ja. En dan kunnen we soms weer links van Celadon, dus helemaal toppie. Rechts van Celadon kan je Porygon vangen, kan je Abra vangen. Wat nog meer? Vulpix weer. Ja, weet je, ik zou best wel die Vulpix willen vangen, zeg maar, om hem te switchen voor een Alolan Vulpix. Yep. Fair. Ik heb even niet meer op mijn netvlies welke Pokémon er nou komt. Maar ik ga wel switchen, want ik ben gecent attack. Ja, volgens mij is het een Gloom. Maar je hebt nu de Rival Fight, nee, of niet? Nee, Raichu. Maar dat is alleen maar mooi, want ik ben in Onix geswitcht. Ja, oké, nice. Ik weet dat het alleen een Let's Go ding is, maar ik ben zo blij als we binnenkort gewoon weer rideable mons krijgen. Ja. Yeah. Oh, het is makkelijk om toe te voegen en je hoeft ze ineens allemaal te doen. Nee, precies. Doe even een stuk of 10 à 20 en met klaar. Raichu is ook kei kapot. Dit ziet er zo dom uit, maar ja. Hm. Oh, hier heb je de Gloom. En op zich, dit is de tweede keer waarin we Rideable Rhyhorns hebben, hè?
Ja, die had je ook in X en Y. Dit beweegt een stuk beter, niet als een fucking tank. Nee. Nee, dat was echt een tank in X en Y. Ja. Yeah. Ook wel toevallig, je hebt X en Y, heb je Rhyhorn, maar heb je ook Mimoswine. En beide zien eruit als een tank en lopen ook als een tank. Ja. Yeah. Oké, dan halen we nu even weer van het ding af. Nee, return to Pokeball. Ja. Als je je rival hebt geslagen, mag je dan gewoon weer eruit, zeg maar? Nee, je moet nog een klein stukje doen. Oké, weer een Moonstone gefixt. Power Up Pocket, Moonstone, ja. En dan hebben we een Wigglytuff. Een Wigglytuff. Tuff. Wiggly. Zo, dan zijn we ook weer klaar. Ja, heb ik de Tuff State op Added to the Pokédex. Hartstikke mooi. Als ik mijn Pokédex even gevuld wil hebben, pak even Home erbij. Ja. Zo. Evolueren. Nou, dan kunnen wij weer Rhyhorn erbij pakken. En kunnen wij weer mooi doorlopen. Yeah. Take out of Pokeball, niet change de naam. Ik vind het wel geinig. Er staat wel will travel alongside you now. En dat is bij iedereen zo. Mm-hmm. Als je uit de Pokeball gooit. Alleen, je zou toch verwachten van als het een rideable is, dat je een andere interactie of andere tekst zou zien. Ja, yeah, ja. Yeah. You can now ride. Ride on it. Ja. Yeah. Yeah. Lol, mijn Persian kan ook Thunderbolt leren. Persian is aardig divers in TM's, ja. Ja. Ik loop sneller dan monsters kunnen spawnen. Hm. Zorgt er wel Lekker voor. Toch? Nou ja, zorgt er wel voor dat als eentje spawnt, hij in me spawnt. Ja. Dat is dan weer jammer. In latere games kan je toch gewoon eerst de Sylph-scope halen voordat je de toren in kan. Ik bedoel, in eerdere games. Ja. Ik wil zeggen, welke bij Pokémon. De bikes zijn vervangen door Rhyhorns. Ik vind het nog steeds wel geinig dat Rhyhorn in aardig wat games op zich zit. Mm-hmm. Maar ja, nog steeds niet een van de meest voorkomende mons. Nee, dat zullen bugs zijn waarschijnlijk, of niet? Nee, ik bedoel van monsters die in iedere gens voorkomen. Yes. Ja, dat zullen toch ook bugs zijn? Caterpie en dat soort Pokémon? Nee, kijk, ik had ook een lijstje voor. Nee, ik ben er zo wat al bijna, dus... Laten we zo meteen deze aflevering dan maar gaan beëindigen. Ja, als jij wat klaar bent met jouw Ja, dat heb ik al gedaan. Ik zit nu te kijken naar hoe Jesse en James in beeld komen. Oké, ik ben zover. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.